Na jaren van bezuinigingen trekt Eindhoven nu weer de portemonnee. In de begroting voor volgend jaar worden miljoenen uitgetrokken voor nieuwe plannen die de 4 collegepartijen belangrijk vinden voor de stad. De inwoner gaat hiervan merken dat wij er zijn voor ze. Denk aan de bibliotheek die we gaan uitbreiden. Denk aan groen op schoolpleinen. Maar ook aan veiligheid. We gaan echt investeren in een aantal belangrijke thema's die de Eindhovenaar gaat merken. Het meest opvallend is het extra geld voor de bibliotheek, die weer vestigingen in de wijken mag openen. Terwijl die nog maar 5 jaar geleden juist dicht moesten. De nieuwe filialen worden wel anders dan toen. Kijk, de bibliotheek, dat was boeken lenen en dat was het. Maar mensen die wilden niet meer boeken lezen, ze wilden ergens ontmoeten. Ze wilden met elkaar praten, ze wilden leren lezen, schrijven en wellicht die eenzaamheid tegengaan. Dat gaan we weer terugbrengen in de wijken. Ja, geweldig. Als er 5 prioriteiten worden gesteld en een van die 5 is weer het terugbrengen van in ieder geval 2 wijkbibliotheken. Maar dan niet op de traditionele manier, maar op een moderne manier. Ja, dan ben ik daar enorm verguld mee. Maar ook enorm trots dat de gemeenteraad nu deze kant op gaat. Waar die vestigingen komen is nog niet duidelijk. Dat zal in Noord en in Zuid zijn. En hoe dat precies vorm krijgt, dat weet ik nog niet. We hebben ook nog helemaal geen locaties in beeld. We willen eerst met de inhoud starten. We willen eerst met de inwoners samen gaan kijken waar is de prioriteit noodzakelijk. En dan pas een keuze maken. Verder trekt het gemeentebestuur geld uit om de hoogspanningskabels weg te krijgen uit de stad. Op die plek kunnen nog heel veel huizen worden gebouwd, is het idee. Al moet er eerst worden onderzocht of het überhaupt haalbaar is. We gaan die hoogspanningskabels proberen onder de grond te brengen, waar mogelijk. En daar hebben we de eerste gelden daarvoor gereserveerd. Dus volgens mij is het alleen maar mooi als stad om ook die uitbreiding te kunnen faciliteren waar eerst die hoogspanningsmasten stonden, waar ze nu onder de grond liggen. Ik denk dat het een heel goed plan is. De nieuwe begroting wordt begin november besproken in de gemeenteraad.